Ja, daar komt de weef, hè? De weef! Hey! Ja, daar komt hij weer! Hoi, kom! Dankjewel, dankjewel. Kernproefleden, senioren kata. En dan wil ik graag de demonstratie zien van de comité-heren en dames. Dankjewel, Johan. Dames en heren, voordat de comité-mensen even wat laten zien, wil ik als eerste een applaus voor Johan van der Hoofddakker. Want hij is de grote man achter deze dag voor al die kinderen. En dan ook een applaus voor die kinderen hier, want die staan hier toch maar, of die zitten hier. En dan wil ik graag een applaus van de kinderen voor de ouders, want als die er niet waren, hadden jullie hier niet kunnen zijn. Goed, de comité mensen, het spargedeelte van het karate. Daar hebben jullie, als het goed is, naar kunnen kijken. En we willen hier geen wedstrijd maken, want dat kunnen jullie vaak genoeg zien. Maar we willen diverse onderdelen laten zien die belangrijk zijn bij de wedstrijden. We hebben daar een aantal mensen die dat heel goed kunnen doen. En we gaan beginnen met René Smaal. Derde met de EK. Diverse keren Nederlands kampioen. Hij werd derde met de EK afgelopen jaar. Hij won de US Open, Austrian Open, de Open Nederlandse kampioenschappen, de Open de Paris. En dat wordt wel de mini-WK genoemd. Dus, dames en heren, René Smaal. En René gaat vooral laten zien wat hij met zijn benen kan uitvoeren. En dat doet hij samen met Europees kampioen uit Griekenland, Vicky. Dankjewel, René en Kitty. Is dat een weevaart of niet, jongens? Even staan, 1, 2. Oké. Het karate is niet alleen maar schoppen en stoten. Karate is tegenwoordig de nieuwe regels in de wedstrijd karate. Vegen en werpen. En wie kan dat beter dan iemand, eerste dan judo, diverse keren Nederlands kampioen, 3 keer Europees kampioen, junioren, kadetten en bij de senioren een keer tweede, Geoffrey Berens. En hij doet dat samen met zijn clubgenoot en diverse keren Nederlands kampioen en 5e met de EK, Vincent Vasseur. Hey jongens, dat is een weevaart, hè? Laat het zien, laat het zien. Kom maar, 1, 2, wow! Wow. Oké, het laatste onderdeel. Al die schoppen, die stoten en uiteraard ook worpen, wat je net gezien hebt, moet je ook kunnen trainen om in te slijpen in je technieken. Belangrijk is daarbij dat je leert controle te houden, op het juiste moment de technieken uitvoeren en in een hoog tempo uiteraard. Oké, we hebben daar 2 mensen daarvoor bereid gevonden om dat te laten zien en niet de minste. Allereerst Europees kampioen bij de junioren en diverse keren Nederlands kampioen Moreno Shepard. En hij gaat wat laten zien op de pads, op striking pads. En niemand minder dan de Europees kampioen, 3-voudig Europees kampioen, Timothy Petersen. Zandvoorters, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze dag. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, maar in het bijzonder dat jullie zoveel hebben willen laten zien aan deze jeugd.